Hoi, welkom bij deze les voor Weer en Klimaat voor klas 4 MAVO. Dit is paragraaf 2.3 Klimaatverandering en extremer weer. Ik ben mevrouw de Roo en ik neem je mee in deze video. Maar wat is nou belangrijk in deze les? Hoe zijn klimaatverandering en extremer weer merkbaar in Nederland en Spanje? Laten we beginnen. We beginnen met het versterkt broeikaseffect. Maar om dat te kunnen begrijpen, moeten we eerst weten wat het natuurlijk broeikaseffect is. Nou, in onze atmosfeer, dus dat noemen we ook wel de dampkring, euh, zitten allerlei gassen. Dat zijn gewoon natuurlijke gassen, dus giftig of zo, dat zijn gassen uit de natuur. Bijvoorbeeld zuurstof, stikstof, koolstofdioxide, wat we ook wel CO2 noemen, methaan met daaronder de scheikundige benaming, en waterdamp. Deze samen noemen wij broeikasgassen. Maar om dat natuurlijke broeikaseffect als eerste te kunnen begrijpen, moeten we eerst eens even kijken hoe zit het in onze atmosfeer. Zouden wij geen dampkring hebben, dan zou het min 18 graden zijn en is het dus niet leefbaar op onze aarde. Gelukkig hebben wij wel een dampkring en daardoor is het gemiddeld genomen op aarde 15 graden en houdt die dampkring die broeikasgassen vast. Dus deze natuurlijke gassen die zorgen ervoor dat wij kunnen leven op aarde, want vooral CO2, dus koolstofdioxide. Methaan en waterdamp houden warmte vast in die atmosfeer en zorgen dat die gemiddelde temperatuur dus 15 graden is. Nu je weet wat het natuurlijk broeikaseffect is, gaan we naar het versterkt broeikaseffect. Want wat is dat dan? Nou, doordat wij tijdens onze manier van leven natuurlijke hulpbronnen gebruiken, voor bijvoorbeeld transport, fabrieken en de landbouw, komen er extra van die broeikasgassen vrij en vooral koolstofdioxide. Hierdoor komt er steeds meer koolstofdioxide, oftewel CO2 in de lucht, dus in de atmosfeer. En gaat hij in die atmosfeer steeds meer warmte vasthouden met die broeikasgassen. En dat noem je het versterkt broeikaseffect. Dus wat wij als mens doen door die extra stoffen toe te voegen, um, dat zorgt ervoor dat wij het broeikaseffect versterken. Nou, en hier zie je eventjes de broeikasgassen wereldwijd. Je ziet hier stikstof, methaan. En dan zie je inderdaad. Sorry, dan zie je inderdaad hier koolstofdioxide dat daar het meeste van uh, door de mens uh, extra in de atmosfeer gebracht wordt. Dat wordt gebeurd door fossiele brandstoffen en die komen eigenlijk ook van de aarde. Dus gewoon met olie en steenkool. Maar als je die dus verbrandt, komt er dus ook CO2 vrij en um, komt dat dus in de lucht terecht. Methaan overigens, handig om te weten, dat uh, vinden we vaak bij de landbouw en bij het vee. Dus dat is ook handig om het daar aan te koppelen. Methaan koppel je aan landbouw en vee. En koolstofdioxide, dat koppel je aan fabrieken en auto's en vliegtuigen en dat soort zaken. Nou, laten we verder gaan. Nou, hier zie je nog het plaatje van het natuurlijk broeikaseffect en het versterkt broeikaseffect. Want misschien leer je wel beter met plaatjes. En dan zie je ook dat hier die broeikas gassen wel aanwezig zijn, dus die CO2 en die CH4, wat dus methaan is, en uh, H2O, dus uh, waterdamp. Maar je ziet ook hier bij het versterkbroekenseffect dat ze veel meer aanwezig zijn. Het is veel meer gekleurd en daarmee willen ze aangeven dat die gassen um, veel meer aanwezig zijn en dan ook veel meer warmte vasthouden. Dat versterkt broeikaseffect zorgt onder andere voor echt extremer weer. Daar gaan we het zo nog even verder over hebben. Klimaatverandering, het smelt van de gletsjers en het landijs en zeespiegelstijging. Er zijn nog veel meer dingen waar het versterkt broeikaseffect aan meewerkt. Um, en daar hebben we het later ook nog even over. Nou, als we nou kijken naar het extremer weer, dan zijn de weerelementen die bepalen wat voor weer het wordt en welk klimaat er ergens is. Maar hoe veranderen de temperatuur en de neerslag nou in Spanje en in Nederland? Nou, als we eerst eventjes kijken naar Europa, dan wordt het gewoon over het algemeen warmer. Er zal ook in de 20, 30 jaar zelfs een zeer warme zomer plaatsvinden. En we krijgen ook hogere temperaturen in de winter. Het wordt droger in Spanje door meer verdamping. En um, die hoge temperaturen in de winter zullen er echt voor zorgen dat we uiteindelijk waarschijnlijk in Europa niet meer kunnen skiën bijvoorbeeld omdat uh, de plekken waar nu de eeuwige sneeuw is, dat die ook uiteindelijk zullen smelten. Als we kijken naar Nederland, in de winter wordt het natter, dus zullen we meer neerslag hebben. En dat komt door de warmere lucht met meer water dan. Ook zullen we meer hoogstbuien krijgen, dat zijn van die, echt van die harde regenbuien in de zomer. Maar zullen we ook echt perioden hebben van droogte. En als we dan naar Spanje kijken, dan zijn die voorspellingen iets meer onzeker. En dat komt omdat er nu ook al veel variatie is. Uh, soms zijn er al zomers die heel erg droog zijn, een aantal jaar achter elkaar, en dat het daarna weer um, een beetje verandert. Um, maar ze weten wel dat er langere, drogere periodes zullen zijn. Meer verdamping en daardoor dus ook meer problemen met de beschikbaarheid van het water. Um, dus die opwarming van de aarde is wel degelijk een probleem. Als je dan kijkt naar deze kaartjes van de geo, dan zie je een voorspelling van de temperatuurstijging per jaar. En um, wat um, de mensen doen die deze voorspellingen maken, is dat ze een lage voorspelling maken uh, en een hoge voorspelling. En het ene is dan um, dat dit minimaal gebeurt en dit maximaal. En het het, de echte waarden van, van de temperatuurstijging in de zomer, die zullen er dus een beetje tussenin liggen. En hetzelfde geldt um, ook voor de neerslag. En dan zie je dus ook. Dit is bijvoorbeeld gemiddeld per jaar, en dit is in de zomer. En uh, nou, als je dit verder nog even wil bekijken, zet de video dan hier even op pauze en dan ga ik weer verder. Dan als laatste de zeespiegelstijging. De zeespiegelstijging heeft twee oorzaken. Ten eerste, als oceaanwater. Um, en warmer wordt dan zet het uit, dus dan heeft het ook meer ruimte nodig. En er komt meer water in de zee doordat er land, ijs en gletsjerijs smelten. Al dat water stroomt uiteindelijk af naar zee en zal dus ook in die zee terechtkomen, wat zorgt voor een zeespiegelstijging. In de periode van 1901 tot 2010 is het nu al gestegen met ongeveer 19 centimeter, dat weten we al, dat is gewoon al. Gemeten, want 2010 is het natuurlijk ook al geweest. Um, en het neemt nog steeds toe. Als je kijkt bij Nederland, is de stijging de komende eeuw 25 tot uh, 100 centimeter. En bij Spanje zou dat zijn, um, als ik eventjes naar het einde van de eeuw kijk, is dat 50 tot 100 centimeter. En hier zie je dat ook nog op een plaatje: die zeespiegelstijging, um, dat uh, tot 2011 is. Uh, weergegeven. Dus daar kan je nog even naar kijken. Wat ik jij heel graag wil aanbevelen is dit filmpje. Ik zal ook even het linkje in, in de beschrijving zetten. Want uh, NOS op 3 legt trigger points uit van um, uh, klimaatverandering. Echt super interessant en helemaal passend bij deze uitleg. Dus heb je nog een kwartiertje? Kijk dan vooral deze video, want daar zul je echt heel veel wijzer van worden. Jij in ieder geval, bedankt voor het kijken. Abonneer je op dit kanaal als je meer video's wil zien. En succes met het leren voor je toets, je examen of het maken van je huiswerk.